Ja, dames en heren, mijn zus. Welkom terug bij deze gloednieuwe video. Mijn zus van en vandaag ben ik weer bezig met het relspel. Dat betekent dat ik dit autootje hier moet ruilen voor iets groots. En daar gaan we nu mee bezig zijn. We parkeren de fiets. En we gaan even. En we gaan even aanbellen. Let's go. Ik ga het best open doen, want ik kan sneeuw. Zeg ja, kijk of zo. Het zal wel vet zijn. Ik zet even de video op pauze, dan zie je het zo meteen. Dames en heren, jongens, meisjes, ik heb gewoon een kaars gekregen. Iets, die laat ik hier zo staan. En dan gaan we even verder. Want dit moet ik dan weer omruilen naar iets anders. Daar gaan we. Oké, ik zet jullie weer even op pauze, want ik wil niet. Want ik ga niet mijn spul in het nieuw film, die weer nieuw beeld beelden. Dus tot zo. Dames en heren, ik heb gewoon een kaars, jongens. Ik heb gewoon een kaars. Dit is wel vet. Oké, er is mijn thuis, jongens. Er is mijn thuis. Dames en heren, ik ga nu naar de buren. Dan ga ik deze thermosfles proberen te ruilen. Let's go! Het lijkt alsof niemand thuis is. Oké. Dan gaan we nu naar de volgende toe. Oké, maar ik heb in ieder geval wel een thermosfles. Dan ga ik naar het volgende huis. Piet, die staat nog steeds daar. Ik ga even proberen bij het volgende huis. Maar ik vergeet dat ik hier niks kan rijden. Ook niks. Ik ga naar de volgende. Hey, dit zou wel gaaf zijn. Als ik kom meenemen. Ja. Hallo? Nee, helemaal niks. Oké, jongens. Als ik hier ben geweest, dan pak ik de fiets weer. Hey, kijk eens. Hier staan fietsen. Dus er is geen gegevens. Jongens, dat zo. Nou, die had geen tijd, dus gaan we even naar het volgende deurtje. Later! Oké, dames en heren. Hier had ik wel twee pogingen. Hier had ik wel twee keer iemand thuis die iets wou ruilen. En daaruit heb ik deze thermoskan weten te ruilen. Nou ja, ik wil natuurlijk iets groters en waardevollers hebben. Dus ja, het spel blijft nog steeds doorgaan. Let's go. En dan gaan we dan. Naar de volgende huis. Let's go. Oké, dus ik heb thermoskan weten te bemachtigen.
gaan we door naar de volgende. Hé, hey, hier ben ik nog niet geweest in dit huis. Nou, laten we daar ook even naartoe gaan. Nou, laten we hier ook even naartoe gaan. Dit is goed. Even aanbellen. Met deze mooie Daihatsu. Let's go. Tot zo. Nou, ik mag in ieder geval wel even de fiets voor de raam zetten. Dat is wel even chill. Zet hem even hier zo. En dan neem ik even de sleutels mee. Oké, okay, dus heel vast. Oké, okay, jongens. Dan gaan we weer door naar de volgende huizen die hier verderop zitten. Zie ik dat er heel veel auto's staan. Het is misschien wel een kans om even te rijden. Dat is zo. Ja, ik heb de fiets even bij iemand op het terrein gezet, wat we mochten hebben. Oké, dames en heren, de buren van deze, van die vrouw, zijn wel thuis. Dus dan gaan we even heen. Even aanbellen. Even aanbellen. Dames en heren, waarom heeft niemand iets waar ik dingen voor kan rijden? Waarom? Ja, misschien hier zo. Even kijken hoor. Ik hoop echt dat iemand thuis is. Ik hoop echt dat er iemand is. Ik twijfel nu op dat ik hier wel ga, want omdat de buurvrouw zwanger is. Jot, we gaan toch even proberen. Maar ik denk dat ze er nu is. We gaan toch even proberen. Echt jongen, niemand heeft iets. Echt niemand heeft. Ik vind maar die ligt te slapen. Dan gaan we hier. Geen reclame houden, denk ik. Nee, ik kom niet op mijn kant, maar. Kom maar net voor mijn schuil. Het is goed. Oké, ik hoop echt dat er iemand is, maar ik denk het haast niet. Ik zal nog even in de kloppen. Alsjeblieft, laat er iemand thuis zijn, jongen. Nee, er is echt niemand thuis. Op naar de volgende locatie. Dan zie ik jullie en dan zie ik jullie zo meteen weer terug. Tot zo! Nou, dames en heren, ik heb de fiets weer gepakt. En nu gaan we naar de volgende huizen toe. Om even kijken of ze daar wel wat kunnen rijden. Let's go.
Begin weer helemaal achteraan. Helemaal top. Oké. Kom maar even aan. Echt dat is. Ja, ik zag wel wat mensen, maar ik denk niet. Kijk, we gaan naar het volgende huis. En hopelijk hebben hun wel wat. Dames en heren, hun. Ach jongen, deze mensen. Die hebben helemaal niks. Zo, dan gaat het daar hier proberen. Maar ik zie hier geen auto's. Dus, let's go. Ik zie wat ik kan doen. Is even. Misschien even naar de buren. Even naar mijn buren toe. En even kijken of ze wat hebben. Dames en heren, echt niemand. Niemand heeft iets. Ga ik hier maar even heen. Kijk eens of ze wat hebben. Kijk, hoe wel een hond. Dus ik. Hey, als ik nou die hond krijg, dat zou vet zijn. Nee, joh. Kijk, ik kan even tussen hier neerzetten. Help me. Goedies. Nou, nu gaan we naar de volgende toe. Eens kijken wat hun in petto hebben. Ik vind echt een god. Niemand is geweest. Echt stom. Echt heel stom. Nee, ook niet uit. Nee, dan ga ik even naar de volgende toe. Ik ga even aanbellen. Moet toch wel? Oh nee, hier zijn ze aan het verbouwen, dus. Hier ga ik niet in. Misschien hier zo. Hoi, dames en heren. Ik krijg het letterlijk van die man. Kijk, een boek. Ik weet niet hoe duur het is. Dus, ja. Dus daar gaan we zo achter komen. Ik moet zo meteen wel even de fiets ophalen, want die ligt daar nog. Dus die ga ik zo meteen even ophalen. Dus, tot zo. Dames en heren, jongens. Ik heb volgens mij een boek weten te ruilen. Voor dit. Dus ja, dan gaan we even de fiets halen. Ik ga letterlijk een boek ophalen om te kijken hoe duur die is. Even kijken. Hier ligt de fiets. Gaan we nu naar dat huis.
Dan gaan we even die fiets ophalen. Dan gaan we even terug naar dat huis. Om even te kijken. Gaan we terug naar het huis. Gaan we even kijken. Wat was het dan? Wat was het dan? Hier. Hier was het. Dames en heren, ik heb iets weten te ruilen. Van misschien wel 24 euro. Holy shit. Oké, nou, dan gaan we dit maar even doorruilen. Tot iets anders. Heel cool. Maar ja, ik heb er wel een abonnee bij, dat wel. Een boekje. Nou, ik man dat het hier nog is. Nou, hier maar even heen. Oké. Ga ik maar even kijken. Komt iemand aan? Meneer Heeft jongens om dit te ruilen. Meneer Heeft wat om dit boek te ruilen. Let's go. Hij is nog steeds aan het kijken of hij wat heeft. En ja. Als het goed is, heeft hij wat. Dames en heren, zo echt een beetje gek hier. Ik heb een kaart gekregen. Die ik al eerder heb gehad. En die is... Ja, ik ga even met hem mee. Jongens en meisjes. Oké, nou, ik moet bij het volgende huis aankomen. En ik heb weer een kaarsbeetje te bemachtigen. Heel vet natuurlijk. Hallo, ze is aan het bellen. Nou, dan gaan we naar... De buurvrouw van die gozer. Heel raar dus. En dan gaan we hier rijden. Zal ik mijn telefoon weer even... Hier zo. Oh, hoi. Jongens, ik heb gewoon een fles sap gekregen. Dan gaan we nu vieren. Dus nee, ik heb een fles sap gekregen. Telefoon zit ik hier neer. Dus ik weet nu niet als ze thuis zijn. Nou ja, dit sap. Dus denk ik. Nog. Veel geld waard. Ze zijn op vakantie. Oh. Ze zijn er niet. Oké. Okay.